Hartelijk goedemiddag, live video campus makelaars. Dan weet je het, dan is er een woning nieuw in de verkoop. Vandaag vanuit Enschede. Minister Kuiperplein en het huisnummer is 9. Super plek. Prachtig wonen, schitterende omgeving, mooi huis. Dit zijn je overburen. Ja, fantastisch denk ik. Huis gebouwd midden jaren 50, verbouwd midden jaren 70. En nu zijn we op zoek naar een koper. Die hem naar de hedendaagse tijd. Sorry, even de voordeur dicht. Die hem naar de hedendaagse tijd gaat brengen. Ja, prachtige plek verdient dat. Lekker veel ruimte in je huis. Goede tuin. En je weet het, hè. De live video is de start van de verkoop. Om je gelijk maar eens een idee te geven. Wat je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. Nou ja, en dit is je tuin. De voorkant had ik je leven laten zien, hè. Maar de oude bomen voor, de oude bomen achter. Mooi vrijstaand. Heel veel privacy. En dit is de achterkant van je nieuwe huis. Uitgebouwd. Dat zag je misschien al even. Toen we binnenkwamen, hè, door de schuifpui. Badkamer. Ik ga het je allemaal laten zien. De foto's zijn gemaakt. Hij staat klaar om op Funda gezet te worden. Maar zoals gezegd, de video is de start van de verkoop. Leuk dat je even meekijkt. We gaan eens even boven beginnen. Hier kwam ik binnen, de voordeur met straks rechts, daar dus het toilet. En dan zie je al dat je hier, hoewel perfect functioneel, je eigen wensen en ideeën aan kan gaan geven. De kelder sla ik even over, dat was de deur waar je net tegenaan keek. Maar kom je nou een keer met mij, met Paul of met Sander kijken, ja, dan gaan dat soort ruimtes natuurlijk open. Er is een tweede vaste trap gemaakt om de zolder benutbaar te krijgen. En dan is hij dus in één klap meer dan alleen maar pakruimte. Hier zit ook de ketel. En zoals gezegd, kom je nou een keer kijken met ons, gaan we je natuurlijk van alles vertellen. En hier zit ook inderdaad de aansluiting. De uitbouw die je net zag, daar zat de badkamer, dat is deze ruimte. En die is compleet. Daar waren we net. En die is compleet, maar hier geldt hetzelfde voor. Ik kan me voorstellen dat je daar wat van vindt. Nou, dat kan. De ruimte is goed. Betonvloer erin. De afvoer, het leidingwerk zit er allemaal. Het toilet zit apart, hier om de hoek. En dit is de hoofdslaapkamer aan de achterzijde. Ook weer met een schuifpui. Lekker veel licht. Nou ja. En dat is dan je uitzicht 's morgens. Dat kan een stuk minder. Plattegronden heb ik natuurlijk allemaal voor je. Zodat je die ruimtes even in je op kan nemen. Twee kamers aan de voorkant. De studeerkamer zit hier. Prima te gebruiken. Slaapkamer natuurlijk. Veel licht door de ramen. En hetzelfde geldt voor hier. Die heb ik even dichtgelaten. Maar je hebt wel een beeld. Van de ruimte zoals die tot je komt. En je weet het, hè. Als het criterium bed, kast, bureau is. Dan wil dat hier dus perfect. De garderobe zit nu recht voor ons, precies daar. Mooie sfeervolle woonkamer. Goede ruimte. Lekker veel licht, hè, door de ramen. Goede werkplek beneden, dat is in deze tijd natuurlijk hartstikke belangrijk. Mooie sierhaard, je ziet het al even. Kom je nou bij ons even kijken, dan gaan we natuurlijk veel meer over vertellen, rookkanalen, dat soort zaken. Maar voor nu heb je wel even een indruk. Goede leefkeuken. Prima ruimte. Functioneel, maar kan me voorstellen dat je ook hier wat van vindt. Nou, dat kan, dat mag, die mogelijkheden zijn er. Dit is de deur naar het oprit. Kijk, hier kun je zo naar binnen. En er tegenover de deur naar de tuin. En die had ik je al even laten zien, hè. Voor nu is dit even een eerste indruk vanuit Enschede. Heel graag.
tot ziens bij dit toffe huis. En anders bij de volgende live video van ons kantoor. Deze video die zetten we voor je op Funda, zodat je met alle rust nog even terug kan kijken natuurlijk. Ja, uitzicht voor en achter, briljant. Zeker de moeite waard. Hey, heel graag tot ziens. Leuke dag. Tot de volgende keer.